Hallo, mijn naam is Helen Tielemans en ik studeerde af als werkende brugstudent verpleegkunde aan de Thomas More Hogeschool. Hier maakte ik mijn eindwerk Time is Tissue. Beeld je in. Een geliefde van jou krijgt een beroerte. Je wil die geliefde dan natuurlijk zo snel mogelijk helpen. En dat is ook belangrijk, want we hebben maar een uur om jouw geliefde de beste overlevingskansen te bieden. In dat uur moet er veel gebeuren en dus is elke seconde van belang. Maar zijn we ook spaarzaam met die kostbare tijd? Helaas kwam ik in mijn eindwerk te weten dat er vaak tijd en informatie verloren gaat aan de zorgen voor uw geliefde. Dit komt doordat verschillende partijen met elkaar moeten communiceren. En dat loopt niet altijd even efficiënt. In mijn onderzoek kwam ik erachter dat er 3 concrete knelpunten zijn tussen de communicatie van ambulance naar ziekenhuis toe, die ervoor zorgen dat we tijd en informatie verliezen. De eerste reden is dat het ziekenhuis op voorhand vaak niet weet dat er een ambulance onderweg is met een patiënt. Reden nummer 2 is dat het moeilijk in te schatten is welke extra hulp de ambulancier moet inschakelen om jouw geliefde optimaal te kunnen helpen. Een derde reden is het laat-tijdig of puur mondeling doorbrieven van de patiëntengegevens aan het ziekenhuis. Dit alles zorgt voor onnodige vertragingen, brengt uw geliefde in gevaar en zorgt ook voor frustraties bij zorgverleners. Zelf vond ik het niet genoeg deze problemen alleen maar in kaart te brengen. En dus ging ik op zoek naar een oplossing. Zo kwam ik op het idee een applicatie te ontwikkelen die de patiëntengegevens verzamelt en deze zal doorsturen naar het ziekenhuis nog voor de patiënt daar aankomt. Wanneer de applicatie merkt dat er nood is aan extra hulp, zoals die van een arts, zal de ambulancier hiervan een melding krijgen. Tot slot kunnen alle gegevens doorgestuurd worden naar het dossier van de patiënt, zodat deze nooit meer verloren gaan. Door het gebruik van de applicatie kunnen we kostbare tijd winnen en verliezen we geen belangrijke informatie meer. Dit is niet alleen belangrijk voor u en uw geliefde, maar ook voor de noodcentrale, het ziekenhuis en de ambulancier. Aangezien we samen streven naar veilige, efficiënte en dus de beste zorg. Op deze manier hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat we jouw geliefde niet alleen heel goed, maar ook snel kunnen helpen.